Dames en heren, hartelijk welkom bij de officiële heropening van Berne Boek en Abdijwinkel, hierachter. Mijn naam is Roland Pelle en ik geef leiding aan de collega's van Berne Media. Berne Media, onder meer bekend van de bekende misboekjes De Zondag Vieren en De Vierende Kerk, maar ook hele mooie en interessante boeken. En wat er ook bij hoort is deze fantastische boek en abdijwinkel. Ik wens u een hele fijne middag, maar ik geef u eerst even het woord aan Joost Jans. Dank u wel. We staan hier dus voor de winkel. En straks gaan we naar binnen om die nieuwe inrichting te bekijken. Ik hoor op je laten inwerken. En dan nodig ik u uit om eens even naar de woorden te kijken die daar op die ruit staan. Hier is heel intensief over gebrainstormd. En ik nodig u uit dat ieder van u een woord kiest. Niet één woord, niet twee of drie. Gaat u straks de winkel in met het ene woord, als een soort wachtwoord. Zo eentje waarmee u ook uw computer opstart. En laat u dan verrassen. Het gaat om de inhoud, het gaat om de beleving. Om de wervende kracht van je unieke boodschap. En waarin onderscheidt deze Berne Boek en Abdijwinkel zich van andere winkels? En dat moet af te lezen zijn aan die woorden. Die woorden moeten de inhoud dekken van wat u straks daar binnen zult tegenkomen. Wij zijn blij dat we onze Berne Boek en Abdijwinkel bij de tijd mogen brengen. Want u weet het allemaal, u ervaart het ook, het is een uitdagende tijd. En wanneer wij mensen van Berne de tekenen van de tijd goed verstaan, dan komen we met deze vernieuwde winkel op het goede moment. Het goede moment om de goede boodschap te dienen. Dennis, mag ik jou nu verzoeken of je alsjeblieft de openingshandeling wil doen? Er was niet afgesproken dat ik het woord zou voeren, zou ik ook niet doen. Maar ik wil wel in een paar woorden aangeven hoe belangrijk de winkel is voor de abdijgemeenschap als haar zending naar buiten. Maar nog veel meer denk ik voor mensen die hier langskomen. Of het nu toeristen zijn, of het kerkgangers zijn, of op het wandelaars zijn, of bewoners van de overkant. Deze winkel waar velen ingaan, dat mensen daar geluk aan mogen beleven. Dat ze daar bagage voor hun rugzakje kunnen vinden. In naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En nou mag de deur open. Thank you.